Welkom allemaal bij deze bijeenkomst over revolutionaire en het parlement. Het is georganiseerd door de Internationale Socialisten. En het gaat over hoe revolutionairen naar het parlement kijken. Maar de centrale vraag is natuurlijk ook of systeemverandering via het parlement kan komen. Want als we door stemmen het kapitalisme zouden kunnen afschaffen, zou het waarschijnlijk wel verboden worden. Maar terwijl de daadwerkelijke macht van het parlement beperkt is, is het in potentie wel een groot podium voor anticapitalistische ideeën. Socialisten hebben een lange geschiedenis van deelname aan verkiezingen en in sommige gevallen vormden zij zelfs regeringen. Zometeen gaat Jens ons daarover meer vertellen. Jens is redactielid van de Socialist en schrijver van het theorieartikel Revolutionaire, het parlement en democratie in de huidige Socialist, de linkse actieplatform van internationale socialisten. Als jullie zin hebben om ook mee te discussiëren over vragen als hoe moeten revolutionairen zich verhouden tot het parlement? Wat kunnen we van de geschiedenis leren? Wat zijn de valkuilen? En op wat voor manieren kan het ingevuld worden? Dan kun je deelnemen aan de discussie via Zoom. Als je dat wilt doen, laat een comment achter onder deze stream in Facebook. Dan zal iemand je een uitnodiging sturen om mee te doen via Zoom. In Zoom, there is an option for translation. Written translation. If you want to use that, please go and participate in Zoom. And leave a comment in the chat. Dan wil ik nu zo meteen het woord aan Jens geven. En ik ben Hella, ik ben vandaag de voorzitter en ik ben ook van de Internationale Socialisten. En bij deze geef ik Jens graag het woord over revolutionaire en parlement. Ja, dankjewel. Inderdaad, ik heb dat artikel geschreven. Het was natuurlijk een beetje naar aanleiding van de verkiezingen. In verkiezingstijd wordt er een scheidslijn duidelijk. En ik bedoel niet per se een tegenstand of wat dan ook. Maar er wordt in ieder geval een scheidslijn duidelijk tussen mensen die in revolutie geloven. En mensen die in sociaaldemocratie geloven. Of revolutionaire en sociaaldemocraten. Daar waar sociaaldemocraten denken het kapitalisme in te kunnen dammen. Willen revolutionairen het natuurlijk omverwerpen. En vroeger was het ook nog zo dat er sociaaldemocraten het kapitalisme omver wilden werpen vanuit het parlement. Maar dat is eigenlijk niet heel een hele populaire stroming meer van de sociaaldemocratie. Het gaat nu vooral om, als die potentie er al is, om het kapitalisme in te dammen en een soort van sociaal te maken. En daar waar de sociaaldemocraten gaan voor het plusje bouwen de revolutionairen vooral buiten het parlement aan hun beweging. Maar de essentie is, zoals Helle ook al zei, te weten waar de macht ligt. Ligt die in het parlement, zoals de sociaaldemocraten dat denken, of ligt die daarbuiten op straat, zogezegd, en op de werkplek, zoals de revolutionairen dat denken. Ik ga hier straks op in. Maar als je zegt dat de macht niet in het parlement ligt, dan moet je eigenlijk ook concluderen dat wij geen echte werkelijke democratie hebben. Want ja, het parlement is nou eenmaal het instituut waar wij onze stem moeten laten horen. En als daar de macht niet ligt, dan is er iets goed mis. En dat is er ook, dus daar gaan we zo op in. De parlementaire democratie is niet een echte democratie, zoals ik straks ga vertellen, maar een bepaalde staatsvorm, een bepaalde verschijningsvorm van een dictatuur van de bourgeoisie. Maar toch hebben revolutionairen veel aan het parlement gehad. En wat de revolutionairen aan het parlement hebben, daar zal ik straks op ingaan. Maar eerst moeten we samen vaststellen dat de kapitalistische staat en het kapitalisme inderdaad niet te hervormen is en niet democratisch is. Dus daar gaan we mee beginnen. Je kan dit op een historische manier benaderen om dat vraagstuk te beantwoorden van wat is de staat en wat kunnen we daarmee? De staat is eigenlijk ontstaan als op het moment dat er een scheiding kwam tussen mensen met veel bezit en mensen met weinig tot geen bezit.
En bijvoorbeeld na de zeg maar, eerste landbouwrevolutie, dan heb je het over 10.000 jaar voor Christus, kreeg je dus dankzij het feit dat er grote grondbezitters waren die daarop hun goederen konden verbouwen, meer hadden dan zij zelf nodig hadden en dus een overschot hadden. En er was tegelijkertijd ook een massa mensen die geen grond had en daar wel wat van lusten van het overschot. En dat is eigenlijk de eerste soort van verschijningsvorm van de staat, daar waar bezit beschermd moet worden tegen de bezitlozen, zo gezegd. Dus die staat is daar een uitdrukking van, zoals Lenin ook zei. De staat is het product en de uitdrukking van de onverzoenlijkheid van klassentegenstellingen. En die tegenstelling is dus dat bepaalde mensen bezit hebben en dat andere mensen dat niet hebben, maar wel nodig hebben om te overleven. Dat is een soort van inherente clash die je daar hebt. En sinds die landbouwsamenleving van 10.000 jaar voor Christus is natuurlijk wel aardig wat gebeurd, zou je kunnen zeggen. Maar door de geschiedenis heen zie je wel telkens dat de machtigste klasse, de bezittende klasse, die de baas is over dat wat mensen nodig hebben, die hebben min of meer de staat onder controle om zichzelf en hun productie te beschermen. En in het kapitalisme is dat, zijn het de kapitalisten of de bourgeoisie. En in de geschiedenis van de opkomst van het kapitalisme, waar ik nu niet heel veel tijd voor heb om dat allemaal uit te gaan lichten, kan je nog duidelijker zien. Kan je nog duidelijker zien hoe de staat eigenlijk verweven is met het kapitalisme? Kapitalisten zijn de mensen aan de bedrijfstop. Zij buiten mensen uit door middel van loondienst. Ze gebruiken grondstoffen, ze investeren, ze verkopen. Dit alles om winst te maken. En winst is ook de belangrijkste drijfveer voor de bourgeoisie. Zij moeten concurreren met anderen en moeten winst blijven maken en moeten blijven groeien, want anders gaan zij kopje onder in de concurrentiestrijd. En er zijn natuurlijk genoeg tegenstellingen, ik zei net al, concurrentie, zijn genoeg tegenstellingen tussen kapitalisten. Dus er is geen sprake van directe controle van het groot bedrijf op de staat per se, omdat simpelweg omdat daar al tegenstellingen tussen zitten tussen grote bedrijven. Maar als het op voornamelijk als het op gezamenlijke belangen van kapitalisten aankomt, dan wordt dat door de staat uitgevoerd, dat wat zij nodig hebben. En dit is dus een soort van kleine. Ja, zoals ik al zei, een beetje een historische uitlichting, maar je kan ook gewoon naar nu kijken. En ik denk dat daar heel veel, dat we nu heel veel symptomen kunnen zien, soort van het feit dat de staat onder controle is van de kapitalisten. Bijvoorbeeld, het is nu eigenlijk een soort van algemeen geaccepteerd dat de Irak, of in ieder geval onder linkse mensen, dat de Irak-oorlog. De invasie van Irak is begonnen vanwege olievelden. Nou, dat is in principe gedaan dus voor oliebedrijven. De staat, in dit geval Amerika en in de slipstream nog allerlei andere landen, waaronder Nederland, hebben samengewerkt om olievelden die niet beschikbaar waren voor westerse kapitalisten, die wel beschikbaar te maken voor westerse kapitalisten. En dus baant de staat de weg vrij voor kapitalisten om hun winst te kunnen maken. Waar je nog meer aan ziet,
hoe de vork in de steel zit, zo gezegd, is ook met de enorme subsidies die de Nederlandse staat geeft aan Nederlandse bedrijven als Shell en KLM om die overeind te houden. Het wordt natuurlijk heel vaak aangekaart van waarom zijn er zoveel subsidies voor fossiele brandstofbedrijven zoals Shell of voor andere vervuilende bedrijven als KLM en niet voor bijvoorbeeld mensen die nu door de coronacrisis hard worden geraakt omdat ze hun baan kwijtraken of wat dan ook. Maar wat daar achter zit en wat daar belangrijk in is, is dat de staat die kapitalistische bedrijven ook wil beschermen en dat de staat wordt aangewend voor dat soort doeleinden, voor de winsten van kapitalisten. Je ziet nu bijvoorbeeld ook dat armere landen compleet aan hun lot worden overgelaten, omdat zij simpelweg niet vaccinaties kunnen betalen van private bedrijven. En voor de landen die dat wel kunnen, zoals Nederland, zijn we alsnog voor een groot deel overgeleverd aan de grillen van de markt. En het feit dat er heel veel verschillende aanbieders zijn, eigenlijk te veel voor de koper. Maar dat het niet kan gaan naar armere landen, omdat die daar geen geld voor kunnen betalen, is volgens mij een goed voorbeeld van hoe de vork in de steel zit. En er is ook nog het hele structurele van hoe kapitaal omgaat met de staat. Want namelijk, ik heb nu vooral gezegd wat de staat wel doet, maar eigenlijk is even belangrijk wat doet de staat niet en waar gaat de staat niet over. Want niet de staat, maar de bazen, de kapitalisten, gaan uiteindelijk over de economie. Het parlement, of de staat, gaat voor een groot deel niet over de economie en gaat dus ook voor een niet over een heel groot deel van ons leven. En mocht een staat iets willen doen wat niet naar de smaak is van een bepaalde sector, dan kan een lobbygroep van zo'n sector dreigen met kapitaalvlucht, heet dat, met dreigen met het land te verlaten. En ondanks dat de staat daar niks tegen kan doen, omdat die staat daar niks tegen kan doen, zullen de lobbygroepen in dat geval vaak gelijk krijgen, omdat de staat wel eenmaal wil dat ze A, belastinginkomsten hebben van die bedrijven, maar ook omdat omdat er natuurlijk banen mee verweven zijn met of die bedrijven in Nederland zijn of niet. Dus het speelveld van een staat wordt grotendeels bepaald door de grenzen die door kapitalisten worden aangegeven. En wat een sociaal-democratische regering voor elkaar zou kunnen krijgen, zal binnen de kortste keren onder de druk van diezelfde kapitalisten weer terug worden gedraaid. En daarom zei Lenin ook, de taak van de revolutie is een einde maken aan alle compromissen. Ik denk dat het een heel scherpe verwoording is van waar je altijd tegenaan zal lopen als je voor hervorming van het kapitalisme gaat. Want goed, daar kom ik straks nog op terug. Dus dat zijn een beetje de grenzen die het kapitalisme stelt aan wat er gedaan kan worden. Maar dat is dan een soort van een zachte macht, zou je kunnen zeggen. Maar er is ook nog een veel hardere macht. En dat zie je aan de geschiedenis van coups. Hier komen we weer terug bij dat idee van onhervormbaarheid. Mocht er ooit een linkse meerderheid zijn in een officieel democratisch instituut, of het nou presidentschap is of het parlement, dan zal je zien dat ofwel de kapitalisten van dat land kunnen regelen dat er een coup wordt gepleegd, of dat dit gewoon volledig wordt geleid door een ander kapitalistisch land, door imperialisme. En bijvoorbeeld als je kijkt naar
Zuid-Amerika, met Salvador Allende, dat zodra er een bedreiging is voor de winstmachine van de kapitalisten, dan zul je zien dat het zal worden ingeperkt en dat er niet met geweld wordt geschuwd. En in dit geval werd dat ook gedaan met, zonder de hulp van de Amerikaanse CIA, was dat ook niet mogelijk geweest, die coup tegen Allende. Dus de bewegingsruimte van een staat wordt bepaald door de kapitalisten. Enerzijds, zoals ik zei, op de softe kant. Gewoon simpelweg door hoe de kapitalistische economie in elkaar zit. Maar het kan ook hard. En dat is dan meestal door middel van coups. Dus de sociaaldemocratie met de focus op het parlement loopt heel erg een doodlopende weg in. En ook een weg die al heel vaak is doodgelopen. Bijvoorbeeld als je denkt aan Syriza in Griekenland. Die een stop aan bezuinigingen beloofde die werden opgelegd door de EU. En de EU kan je dan voor het gemak zien als een soort staat boven de staat. Syriza beloofde dus een stop aan die bezuinigingen. Maar die bleken uiteindelijk niet opgewassen om op een legale, officiële manier tegendruk te geven tegen de EU. En daarmee werd Syriza uiteindelijk alleen maar een doorgeefluik van de bezuinigingen die de EU graag wilde. Dus mocht je ooit als linkse beweging aan de macht komen, dan is er of er wordt een coup tegen je gepleegd, of het lukt je wel om in de zetels te behouden, maar dan word je uiteindelijk toch een doorgeefluik voor dat wat er in de economie, of in dit geval de EU, afdwingt. Bijvoorbeeld in Nederland dan heb je natuurlijk de SP die al heel erg lang focust op het parlement en iets recenter, maar ook al redelijk lang, ook heel erg op meeregeren focust. Je ziet dat ze eigenlijk al voordat ze überhaupt die positie hebben verkregen, zijn ze al compromissen aan het sluiten met de logica van het kapitalisme en de mogelijkheden binnen het kapitalisme. Ik kwam heel lang geleden toen ik een keer, toen ik net actief werd eigenlijk, toen ging ik eens naar een bijeenkomst van de SP, van Renske Leijten was dat toen, over het Nationaal Zorgfonds. En toen vroeg iemand uit het publiek, die had iets van een persoonlijk verhaal over bepaalde medicijnen of zo, die zo ongelooflijk duur waren. En toen werd er gevraagd, kan de SP in deze actie, in die zorgfondsactie, ook niet iets beginnen tegen de farmaceutische industrie en de prijzen die zij stellen voor hun medicijnen? En Renske Leijten zei, nee, dat kunnen we niet, want daar gaan wij niet over. En daar werd eigenlijk al best snel duidelijk hoe beperkt de macht zou kunnen zijn van, zelfs al krijgt de SP volledig haar zin, is die ruimte nog steeds redelijk beperkt. Maar het parlement heeft wel degelijk nut. Het is niet zo dat je net zo goed in een dictatuur zou kunnen wonen, wat revolutionaire betreft. Integendeel, daarom zijn ook democratische rechten, zoals het parlement zelf in de geschiedenis, afgedwongen door arbeidersbewegingen, en zijn die bewegingen geleid door socialisten, want dat parlement heeft wel degelijk nut. Maar niet per se op dezelfde manier als waar liberalen of sociaaldemocraten het parlement als nuttig voorzien.
Je kunt het parlement namelijk op een andere manier inzetten. Als je niet per se gelooft dat daar de macht ligt, is het alsnog erg nuttig. En voor mijn artikel heb ik een boekje gelezen van Alexei Badaev, die namens de Russische bolsjewieken in de Duma plaatsnam. Dat was een soort een parlement eigenlijk. Dat werd afgedwongen door een opstand in 1905. Dus je had een soort van, je had de tsaar nog steeds, nog altijd. Die was eigenlijk oppermachtig. Maar er was ook een vorm van een parlement die eigenlijk nog tandenlozer was dan het parlement dat we nu hebben eigenlijk. Dus de bolsjewieken hadden geen illusies over wat ze daarmee konden. Zij hebben niet hun stemmers voorgehouden dat zij het allemaal wel gingen regelen daar in de Duma. Zij hebben niet gezegd, wil je dit en dit, stem dan op ons. Dan gaan wij het voor jullie in de Duma regelen. Andere partijen zeiden dat, andere linkse partijen. En die zeiden bijvoorbeeld ook dat zij campagne wilden voeren om de reactionairen uit het parlement te verdrijven. Maar ja, dat is helemaal niet de prioriteit van de bolsjewieken geweest. In plaats daarvan hadden zij in eerste plaats had de organisatie buiten het parlement, dus de revolutionaire beweging zelf, en niet de partijpolitiek had de prioriteit. Dus de beweging buiten het parlement had de prioriteit. En zij hadden niet bepaalde campagneslogans of dingen verzonnen die goed mensen zouden aanspreken of wat dan ook. Om dat vervolgens te beloven in hun campagne. Maar zij sloten aan bij redelijk brede eisen die op dat moment niet binnen het systeem konden worden ingewilligd. Dus zij eisten bijvoorbeeld de afschaffing van het tsarisme, volledige vrijheid van meningsuiting en dat de grond van grootgrondbezitters werd afgepakt. Maar dat zijn niet, aangezien de tsaar sowieso die grootgrondbezitters zou beschermen en natuurlijk koste wat kost op die positie wil blijven zitten, waren dat niet dingen die kon worden afgedwongen door het parlement of de Duma. En dat was eigenlijk ook het hele idee van dat soort eisen, om te laten zien, wij willen dit heel graag en het zijn hele goede eisen die heel veel mensen ten goede zouden komen, maar wij kunnen dat niet binnen dit systeem op deze manier verwezenlijken. Wat zij dus deden in het parlement, terwijl de beweging er buiten dus de prioriteit had, was zoveel mogelijk misstanden en misdaden aankaarten. Andere linkse partijen zouden misschien dat ook doen. Maar die zouden dan vragen, als een soort van vragenuurtje zou je het kunnen zien, zouden ze een bepaalde misstand aan kunnen zetten. Van in Sint-Petersburg is er weer eens een staking opgeschoten door het leger en de politie heeft tientallen mensen laten verdwijnen, et cetera, et cetera. Andere linkse partijen zouden dan zeggen, is de minister zich hiervan bewust en welke stappen gaat de minister hier tegen nemen? Dat is ook nog altijd best wel, niet in die woorden, maar dat wordt nog steeds gevraagd van wat weet de minister dit en wat gaat hij eraan doen? Maar de bolsjewieken wisten zelf ook wel donders goed, of wisten ook dat de ministers heel goed wisten wat er aan de hand was. En de bolsjewieken wisten ook dat de ministers niet echt van plan waren daar iets tegen ondernemen. Of ze dat nou niet konden of niet wilden. Maar je krijgt op die manier wel de kans
om die misstanden aan te kaarten. En bovendien krijg je de leugens van die minister om dat allemaal goed te praten, krijg je nog bovenop. En dit was in de opbouw voor de bolsjewistische beweging erg belangrijk, want juist door actief te zijn in het parlement kon je laten zien waar het parlement niet toe kan dienen. En kun je dus concreet aanwijzen voor de mensen die je aan het organiseren bent, dat is een doodlopend eind. Of dat is een doodlopende weg. En daarom zijn wij nu hier buiten het parlement aan het organiseren. Dus telkens werd er naar buiten gecommuniceerd met dezelfde conclusie. Binnen dit systeem kunnen we niet verder. En een revolutie is noodzakelijk. En dit is volgens mij de kern van wat socialisten kunnen doen door middel van het parlement en juist door de beperkingen van het parlement te laten zien, is constant wijzen op de actualiteit van de revolutie, niet als een vergezicht, maar als een concrete noodzaak. Mensen zeggen wel eens, natuurlijk moeten we een revolutie hebben, ik ben ook hartstikke voor een revolutie, maar voor de tussentijd moeten we het wel maar via het parlement regelen. Maar dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Dat is niet helemaal hoe het in elkaar zit volgens mij. Want het zijn misschien wel de sociaaldemocraten die uiteindelijk hun handtekening eronder zetten en de progressieve moties kunnen voorstellen. Maar door de geschiedenis heen worden progressieve eisen altijd afgedwongen door bewegingen van onderaf. En ik had het net ook wel over een einde maken aan de compromissen en het feit dat een volgende regering alle linkse maatregelen van de vorige weer terug kan draaien, zo'n beetje. Alleen een sterke beweging buiten het parlement kan ervoor zorgen dat progressieve maatregelen ook staande houden. Wanneer er een keer niet een sterke sociaal-democratische oppositie of regering is. Alleen een beweging die het land plat kan leggen, kan de regeringen, de kapitalistische regeringen, scherp houden en daarmee hun eisen overeind houden of hun gewonnen zaken overeind houden. Dus een in het kort, ik ga natuurlijk nog graag in op, ik zie heel veel berichten in de chat. Ik ga natuurlijk nog graag in op allerlei discussiepunten en of vragen. Maar in het kort moet een revolutionaire volksvertegenwoordiger, dus iemand die in het parlement zit en aan een revolutionaire beweging bouwt, die parlementaire zaken ondergeschikt stellen aan de beweging buiten het parlement. Een revolutionaire volksvertegenwoordiger kaart misstanden aan en verkondigt de ideeën van het socialisme op het podium dat je als parlementariër krijgt. En ik denk dat dit in de tijd van tv en social media nog veel directer kan dan in de tijd van de bolsjewieken, waar het vooral via eigen media ging, via eigen kranten. En tot slot, de revolutionaire volksvertegenwoordiger zegt, we leven in een ondemocratisch en onhervormbaar systeem. En alleen de revolutionaire beweging kan ons hieruit helpen. Dus nooit de pretentie hebben dat zelf op te gaan lossen als partijtje in het parlement. Maar continu wijzen op de, zoals Rosa Luxemburg het zei, de actualiteit van de revolutie. Dat was hem. Heel erg bedankt, Jens, voor deze hele interessante inleiding en een hele goede aftrap. Ja, hier in de Zoom is al een en ander gereageerd. Dus we gaan graag zo meteen over naar de discussie. Maar eerst
Voor degene die mee hebben gekeken via Facebook, hè, ben je nu benieuwd? Wil je meer weten? Lees dan vooral het artikel van Jens op socialisme.nu over revolutionair het parlement en de democratie. Op de website vind je ook onze nieuwe webwinkel voor een goede dosis boeken, buttons en posters. En het artikel van Jens staat ook in de nieuwe Socialist van deze maand. Dat is deze. Als je die nog niet hebt, koop hem dan vooral bij je lokale activist of stuur ons een bericht. En je kan ook abonnee worden, dan krijg je hem elke maand gewoon in de bus. Mocht je ons verder willen steunen, word dan ook vooral donateur of vraag hoe je verder kan bijdragen. Op dit moment is er een discussie via Zoom. En daar gaan we het hebben over vragen zoals hoe verhouden revolutionairen zich tot het parlement? En de geschiedenis, die lessen zijn al benoemd. Zijn er nog andere voorbeelden? Wat zijn de valkuilen? Wat kunnen we op dit moment? Wil je meedoen aan die discussie? Laat dan een comment in de Facebook-chat achter. En dan gaat iemand je de link naar de ruimte geven en je binnenlaten. Wij gaan hierbij nu de livestream sluiten en over op de discussie in Zoom. Hopelijk zie ik jullie allemaal daar. En ik wens jullie voor nu een hele fijne avond.